Hier op de IFA 2014 in Berlijn lanceerde Samsung de Galaxy Note 4. Maar daar bleef het niet bij, want tegelijkertijd lanceerden ze ook een nieuwe variant, de Galaxy Note Edge. This is Galaxy Note Edge. Een beeldscherm met een aflopend randje. Top man. Paul, ik heb het idee dat wij niet helemaal op één lijn zitten wat betreft de Samsung Galaxy Edge. Note Edge. Dat kan je wel stellen volgens mij. Jij vindt het namelijk heel erg tof. Ja, inderdaad. En ik zal even uitleggen waarom. Het is niet zozeer dat ik hier een toekomst in zie ofzo, of dat ik denk dat Samsung hiermee de smartphone-wereld op zijn kop heeft gezet. Helemaal niet. Maar het ziet er ontzettend gelikt uit. Het is ontzettend nieuw. Weet je, als ik helemaal naar Berlijn kom, dan zijn dit de dingen die ik wil zien. Mag ik zeggen dat ik me redelijk in mijn kruisvoet getast dat ik als linkshandige toch een beetje moeite heb met het rechtshandige model? Ja, is dat moeilijk inderdaad? Ja, ik vind het lastig. Het is een gebogen randje aan de rechterkant van het beeldscherm. Daar zitten dan wat applicaties en wat functies en wat widgets zitten daarin. En je kunt het allemaal bedienen. Maar ja, jij dus niet, blijkbaar. Nou, ik kan het wel bedienen, maar niet zo makkelijk als een rechtshandige. Nee. En daarbij, de functies die je mee kan bedienen, zitten wel wat grappige dingen tussen. Dat ben ik absoluut een beetje eens. Maar echt een noodzaak zie ik niet. Nou, inderdaad, momenteel beperken de functies zich nog. Je kunt een aantal snelkoppelingen in het balkje zetten. Er zit een aandelen, een nieuwsticker waarin je aandelenkoersen voorbij ziet komen. Ja. Wat meldingen. Er zit een lineaaltje, vind ik wel grappig. Een lineaal, ja, wat handig. Maar goed, even over de specificaties. Dezelfde als de Note 4? Ja, het is een Note 4. Een paar kleine verschillen. Het beeldscherm heeft een iets andere resolutie. En dat komt natuurlijk door dat gekke balkje wat er zit, die wat pixels ervan afsnoept. En de accu is een fractie kleiner. 3000 mAh. En ook dat komt weer omdat de behuizing iets minder ruimte had, denk ik. Ja, en dat balkje zou wel weer achterlijk veel energie kosten. Dus hij zou ook wel flink snel leeg zijn, of niet? Of ga ik nou te ver? Ik denk dat je nu een beetje te ver gaat, ja. Dat zouden we eerst even moeten checken. Nee. Dennis, ik kom je even tegemoet. Ik ben het wel met je eens dat het tof is als merken even uit de band springen en gewoon even iets nieuws proberen. In die zin doet Samsung daar lekker aan mee en zijn ze niet zo veilig bezig als de Apples van deze wereld bijvoorbeeld. Ja, inderdaad, als er iemand uit de band kan springen, dan is het Samsung wel, dat blijkt me weer. Het is natuurlijk ook interessant om te zien wat andere mensen mee doen. De software developer kit is vrijgegeven. Dus elke boerenlul kan er nu apps voor gaan zitten ontwikkelen en handige functies. Ja. Je kunt momenteel kiezen uit 7 balken waar tussen je kunt scrollen. Misschien worden dat er nog meer. Maar ja, dat is allemaal toekomstmuziek. Dat valt nog maar te bezien. Ja. Puntje van aandacht alleen is dat hij waarschijnlijk de komende tijd nog niet in Nederland komt. Nee, inderdaad. We spraken iemand van Samsung en die zei ik ga heel hard mijn best doen om hem naar Nederland te krijgen. Maar momenteel, als je het momenteel vraagt, dan is het gewoon nog keihard nee. Kost die? Ja, dat weten we dus ook nog niet. Er is nog geen Nederlandse prijs bekend. Maar ja, vanuitgaande dat een Note 4 al 800 euro kost. Doe er maar 100 euro bij, zullen we dat zeggen? Dat is geen veilige schatting, denk ik. Dus begin maar te sparen voor als de Samsung meneer zijn best heeft gedaan en hij wel naar Nederland komt. Ja, of niet natuurlijk als je linkshandig bent.